De meest bereikbare AMG is de A45. Dan moet je je wel behelpen met maar 4 lousy cilinders. Maar die gasten uit Affalterbach die weten daar ook wel raad mee. Ruben is de gelukkige daily driver van deze Mercedes A. Ruben, welkom. En leuk dat je een fijne auto hebt meegenomen die wat moet presteren op de hollebank. Jij hebt wel iets met opvoeren, hè? En niet alleen van auto's. Nee, dat klopt. Van jongs af aan eigenlijk met tweetaktmotoren bezig geweest. Toen ik een jaar of 10, 11 was, had ik mijn eerste kart. We wonen op een boerderij, dus we hebben wat ruimte om te kunnen spelen, zeg maar, hobbymatig. Dus ja, we gingen karten en toen kwam er een brommertje bij kijken. En dat brommertje moest harder en harder en harder. Dus op een duur zelf motoren opvoeren, cilinders aanpassen, cilinderkoppen aanpassen en dat soort dingen. Ja. Toen werd ik 18 en toen een Subaru Impreza gekocht. Ja, en daar kon ik het ook niet laten om die auto aan te passen. Ja. Het was een vrij dure auto voor die leeftijd, omdat ik best wel veel mee reed. Toen moest ik voor mijn studie veel kilometers gaan afleggen en toen ben ik naar een polootje gegaan, een dieseltje. Ja. En daar ook de halve motor verbouwd, dus intercooler, turbo, uitlaat, koppeling, vliegwiel. Je bent geen automonteur, toch? Nee, klopt. Nee. Maar we hebben thuis wel het geluk, zeg maar, om het zomaar te zeggen dat we een 4-kolommer en een 2-koloms brug hebben. Dus het onderhoud hobby. Die Mercedes, daar heb je ook een paar dingen aan gedaan. Ja, het valt mee. Hij is redelijk origineel. De middendemper delete. Maar die gaat niet zoveel doen. Dat is puur geluid. Andere luchtinlaat. Standaard heeft een AMG een 2,5 inch, dacht ik, bij mijn hoofd, 2,5 inch luchtinlaat. In het originele luchtfilter. En ik heb een 4 inch luchtfilter gemonteerd. En hij is stage 1 gechipt. Dus ik ben benieuwd. En nog één ding. Ja, we hebben nog een blow-off valve gemonteerd. En ik voel me behoorlijk dat hij behoorlijk turbocharger had. Dus op het moment dat je gas losliet, dan... had je behoorlijk wat geluiden wat eigenlijk te kennen geeft dat hij behoorlijk druk geeft op zijn axiale en zijn radiale lagers en zijn turbo. Dus dat. Hij is een keer gemeten. Ja, maar dat was voordat er een andere luchtinlating kwam. Ja, klopt. Dus jij bent benieuwd wat doet hij? Ja, dat is eigenlijk de vraag nu. Oké, wat denk je? Laatste meting was? Ja, 410, 411. Ja. Maar goed, dit is een andere bank. Ik hoop dat we voor de 420 gaan. De condities zijn vrij goed. Dus we gaan het zien. Ik ben benieuwd. We gaan kijken. Dank Zo je. Is dat. Is een 4 en deze is een 5 voor het logje. Dan duurt het wat langer. Yeah. Zeg maar. Alleen voor betere... heb je wat meer data, zeg maar, meer datapunten. Mm-hmm. Alleen zeg maar, voor de meting is in 4 vaak het leukste, maar heb je het beste vermogen ook. Zeg maar. Spoelt hij iets later natuurlijk, omdat je minder tijd hebt voor de turbo om op te spoelen. Dus het koppel ligt 100 toeren later. Maar uiteindelijk zeg maar, heb je wel het meeste vermogen meestal, omdat hij wat minder warm wordt. Ja. Snap je, met zo'n hele lange poel wordt hij natuurlijk gewoon heel heet op het eind. Gisbert, weer een AMG. Ja, en die levert weer. Ja,
Ja, nee, doet het goed, hè? Ja, zijn goede motoren. Je hebt wat extra onderzoek gedaan bij deze meting. Ja, de jongen vroeg van, kan je even meekijken met de laptop om eens te zien wat er allemaal gebeurt, wat hij doet. Even los van alleen vermogen en koppelbeweging. Ja, gewoon eens te kijken van, oké, wat doet timing? Omdat het ding getuned is, zeg maar, van wat gebeurt er op de achtergrond? En daarbij hebben we wat dingen gezien van, oké, hij doet een klein beetje nokreductie, wat op zich geen kwaad kan, zeg maar. Dat is gewoon uiteindelijk de timing probeer je altijd zo scherp mogelijk te hebben, waardoor je maximaal vermogen hebt, zeg maar. Alleen je moet wel zorgen dat je net aan de grens van scherp te scherp zit, zeg maar. Want dus uiteindelijk, hoe scherper je gaat, zeg maar. Dus als je tegen detoneren aan zit, is hij op zijn sterkst. Alleen ga je over het randje, zeg maar, dat je gaat detoneren, dan gaat hij ook stuk. Dus okay. Het is zeg maar altijd een beetje tussen zoeken, tussen mal en dwaas in. Oké. Okay. Nou, hij heeft het uitstekend gedaan, toch? Ja, joh, goeie score. Hartstikke leuk. Super, dank je. Alsjeblieft. Ruben, ben je tevreden over de performance van je AMG? Ja en nee. Ja. Qua pk's en koppel doet hij eigenlijk naar wat we hadden verwacht. Alleen ontsteking staat toch een tikje te scherp naar mijn zin. Omdat hij eigenlijk ook gaat regelen, mis je eigenlijk wat vermogen. Dus als stel we zetten hem iets terug, dan behoud je vermogen en dan gaat hij niet regelen. En ik denk zelfs dat het positief kan uitpakken. Daar ga je dus iets mee doen? Daar ga ik nog wel iets mee doen, ja. Okay. Zeker. Nou, bedankt voor je komst. Ja, jullie bedankt.